Een paar jaar geleden hebben we een leuke serie gemaakt van De Verzamelaar. Maar hoe zou het nu met deze mensen zijn? Zijn ze nog steeds met hun verzameling bezig? Wijk TV De Valuwe gaat even terug naar De Verzamelaar. En daar zijn we dan, terug bij verzamelaar Astrid. We waren hier eind 2019 bij Astrid en zij spaart mechanische speeldoosjes. Klopt? Ja, dat klopt. Nog steeds. Ja. Ja. Nou, inmiddels hebben we er hier een paar op het tafeltje neergezet. Alles staat anders bij jou inmiddels in huis. Maar dit zijn de nieuwe van jou, hè? Ja, dit zijn nieuwe van de afgelopen paar jaar. De verzameling groeit niet meer zo heel hard, omdat er ook niet zo heel veel nieuwe muziekjes worden uitgebracht. Maar gelukkig zijn er toch nog een paar bijgekomen. Ja, je had er toen 125. Hoeveel heb je er nu ongeveer dan? Ik heb ze nu niet nageteld, maar ik denk dan nu 130 of 132 misschien. Maar dan is het wel klaar. Oké, want je vertelde toen inderdaad van het gaat je vooral nu de laatste jaren om de muziekjes. En die lopen niet zo hard meer? Nieuwe muziekjes worden er niet zo heel veel uitgebracht. Je moet ze dan ook nog maar zien te vinden natuurlijk. Dus ik ben nu niet verder gekomen dan op vakantie en de Efteling. Die heeft wat nieuwe muziekjes uitgebracht en dat is voor mij wel mooi in de verzameling. Aha, want de Efteling, daar hebben we het vorige keer over gehad. En toen zei je nog zo van, ja, goh, dat bedrijven of zo niet meer hun eigen muziekjes uitbrengen. Maar dat is dus wel gebeurd nu. Ja, dat is wel gebeurd. Erg leuk. En wat brengt de Efteling dan bijvoorbeeld uit? Eentje van de Pardoespromenade. Heb ik van Ravelijn het deuntje. En het muziekje van de paddenstoel. Alle drie erg leuk. En ik weet niet of dat er nog meer zijn of dat er nog meer komen. Maar voor mij is het leuk in ieder geval. Toch weer wat nieuws. Ja. Zal ik hem even laten horen? Ja, graag. Ik denk dat iedereen die in de Efteling komt herkent hem. Ja, mooi, hè? Het brengt je echt terug zo, hè? Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ja. En heel herkenbaar. Ja. Zijn er nu momenten op de dag dat je denkt van, oh, ik ga even muziekje luisteren? Heel eerlijk, maar zelden. Maar soms vragen kleine kinderen erom en dan mogen ze iets kiezen en dat luisteren we dan. Ja. Maar verder niet meer zo heel vaak. Nee. Nee. Ik zie hier over muziek gesproken. Ik zie hier eentje staan van Sky Radio. Heeft die ook een eigen deuntje? Nee, heeft geen eigen deuntje. Het is gewoon een kerstliedje. Maar ik kreeg hem van iemand die had hem gewonnen. En die moest aan mij denken. Dus superleuk, ook voor bij de verzameling. Oh, wat lief. Ja, superlief. Ja, want ja, het is natuurlijk iets anders als bijvoorbeeld pennensparen of zo. Hè? Die hou je misschien over en die denk je van, nou, die gooi ik bij iemand in de brievenbus. Maar zo'n muziekdoosje, die kom je niet toevallig zomaar tegen. Hè? Nee, zeker niet als we dan zoeken naar bijzondere muziekjes. Alle babydeuntjes en zo op een rommelmarkt of zo vind je die nog wel. Maar de andere zijn echt gewoon ook heel duur. Ja, en ook daarom groeit die verzameling niet meer zo hard. De prioriteiten liggen ondertussen bij andere dingen. Dus hele dure ga ik ook niet meer aanschaffen. Nee. En op rommelmarkten die je daar eventueel nog tegenkomt, dat zijn muziekjes die je waarschijnlijk al allemaal hebt. Ja, ik moet wel altijd even luisteren. Oh, dat wel? Dat wel. Ja, en ook in een winkel trouwens. Als ik ergens speeldoosjes tegenkom, moet ik wel altijd even luisteren of dat ik hem ken. Maar meestal ken ik hem wel. Je blijft ze nog wel sparen? Zeker, zeker. Ja. Dat zit nou eenmaal erin, zeg maar. Ik vind het nou eenmaal leuk. Ja. Dus dat blijf ik doen. Dus mensen die je nog willen verrassen met je verjaardag of met een feestdag, die kunnen nog terecht? Zeker, dat kan gewoon blijven, ja. Nou, dankjewel. En misschien komen we hier over een jaar of 10 terug. En wie weet wat je hebt. Ja, leuk, gezellig. Dan laten we het weer zien. Dankjewel. Graag gedaan.